Ik ben Everhanus de Jong, woon in het noorden van Drenthe, in Veenhuizen. Ik heb daar samen met mijn broer Willem de Jong een melkveehouderijbedrijf. Er zijn 160 melkkoeien, melk- en kalfkoeien, met bijbehorend jongvee. We hebben circa 60 hectare grasland. We verbouwen 35 hectare mais en we verhuren nog wat voor aardappelland. En we hebben ook nog wat suikerbieten. En om te beginnen hebben we twee grote sleutsilo's gebouwd 2 jaar geleden. En daar, daar maken we vaak 1 vol per jaar. En dan kunnen we daar de eerste, de tweede en de derde snee inkuilen. Met het oog op een gemiddelde kuil met 3 inkuilmomenten. Mm-hmm. En dan kun je, dat zie je vaak toch gemiddeld goed. En je hebt een grote bult vreten voor de koeien. Hier hebben we 15 mei 22 hectare ingekuild. En 22 mei ook weer. Maar we hebben nog een rijkuil gemaakt van eerste en tweede snee. Dus, maar volgens mij 15 mei en dan 5 weken later weer. 17 juni weer. 17 juni even. Ja. En dan 21 juli weer. Okay. Ja, dus zeg maar, dat is een beetje de. 4 weken is te kort, dus. Kunnen 4 weken niet gaan? Nee, dat lukt niet, dan staat er nog net niet genoeg. Nou, dan de bemesting doen we vaak begin maart. Dan gaat de sleepslang het land over. Dan doen we 30 ton drijfmest op het land. En dan hebben we vaak ook al de eerste blend op het land liggen. Waarvan alles nog wat in zit, sporen, elementen. En wat stikstof. Dat doe je eerst? Eerst kunstmesten, dan direct drijfmest erachteraan. En vaak doen we ook, we doen ook altijd een klein humuscomplex erop. 300 kilo, dat is dan om de elementen te binden. De voedingselementen, dat ze niet uitspoelen. En nog wat sporenelementen geven. Half maart of tweede helft maart, dan doen we nog een keer 150 kilo kas. Gooien we erop met de kunstbestrooier. En dan hopen we begin mei dan te inkuilen. Ongeveer als er dan 3,5 tot 4 ton droge stof staat geschat. En de weersberichten goed zijn. En het moet natuurlijk even een paar dagen droog zijn. Dat de grond niet verenen wordt. Mm-hmm. Dat is ook wel belangrijk. En dat proberen we dan op tijd af te stemmen met de loonwerker. En die kuilt in. Het maaien, schudden en de wiersen doen we zelf. Het wil heel soms wel gebeuren dat we het maaien hulp bij vragen wel van de loonwerker. Ja, het is toch vaak 30 of 40 hectare die gemaaid worden dan. En dan, als je het zelf doet dan, dat wil wel, maar je bent wel een dag aan het maaien vaak. Je geeft aan een gedeelte door de loonwerker laten doen, dus het ruimen, dat laat je de loonwerker doen? Ja, het inkuilen. En dat is dan hakselen of oprapen of persen? Ja, hakselen. We hakselen eigenlijk alles. Tenzij je in een latere snee komt waar minder op staat, dan kan het ook heel goed met de ladenwagen door de loonwerker. Het gras vaak wat korter, dus dat kan het ook wel, dat kan het wel leiden zeg maar, dat het wat iets langer in de bult gaat. En dat gaat met de ladenwagens gaat ook heel snel dan. In verhouding gaat het sneller met de hakselaar als er weinig op staat. Ja, wat we wel kunnen controleren is natuurlijk dat de machinist gewoon steeds door moet rijden. En als je sleutsilo's hebt, dan is dat heel goed te doen. En, de sleutsilo's zijn 10 meter breed, dus dat kan dan ook. We hebben ook een sleutsilo die is 9 meter breed, dat wordt daar ook te krap. Met een hakselwagen, een ladenwagen en een shovel naast elkaar op de bult te zitten, dat is te krap. Ja, dan blijft hij rijden. Ja, dus het ligt vrij om de deur, de percelen. Ja, ja. Wat is voor jullie de reden om het op die manier in te vullen? Gedeelte zelf, een gedeelte. Ja goed, we hebben zelf ook wel ingekuild. Toen was mijn vader er nog en dan hadden we minder koeien en waren ze wat meer buiten lopen. En dan wilde het eigenlijk heel goed wel. Maar als je wat meer de koeien binnen gaat doen en je krijgt wat meer, dan op een gegeven moment dan loop je vast. Dan moet je een grotere trekker, een grote ladenwagen investeren. De mankracht moet je hebben. Dat is niet aan de orde. Dat ambitieeren we niet. Dat gaat gewoon te veel tijd in zitten. We willen graag snel alles aan de kant hebben. Hoe bepaal je nou het maaimoment? Daar heb je enige dingen bij. Want je zegt, ik wil 3500, 4000 kilo droge stof ongeveer. Ja, ja. Hoe bepaal je dat dan? Ja, goed. Ik ben altijd druk met mollen vangen in het voorjaar. Dus dan
Dan kom ik alle patiënten vaak wel door, elke week. Nou, zo probeer ik het wel in de gaten te houden. Maar heb je daar een bepaald meetpunt voor? Of? Nee, dat gaat toch wel meer op basis van gevoel. Al gevoel, ja, nou ja, goed, ja, lopen doorheen en kijken hoe hoog het is. Ja, We hebben niet een graslandmeter of zo, of een overstapmeter. Goed, en dan, dan is het, de weersvoorspelling is ook belangrijk. Ja. Het moet gewoon droog en zonnig weer zijn en er moet wind zijn. Ja. Als je dan door het gras loopt, kijk je naar welke grassen er te zien zijn? En hoe kijk je daarna? Of graskwaliteit? Ja, bij ons is het wel. We hebben jarenlang weinig grasland gescheurd, omdat je moest voldoen aan de derogatie. En dan, als je een stuk land met kweek hebt, dan duurt het vrij lang voordat je dat eruit hebt. Dus dan, zodoende hebben we. Ja, moet je dan jaren 5 hetzelfde perceel. In de akkerbouw doen, zeg maar, mais om de kweek eruit te krijgen. Dus zodoende hebben we een tijd lang toch wel redelijk veel stuk met gras gehad, met kweek gehad in het gras. En dat is eigenlijk bij ons het belangrijkste. Wat we nu eindelijk onder controle hebben. Je combineert robotmelk met weidegang of met uitgang? Nee, deelweidegang. Ja, dus de pink in buiten en een deel van de koeien buiten. Vrijwillig. Ja. En ik hoorde gras, mais, suikerbiet en consumptieavond. Heb je daar een strak rotatie in? Of, Ja, daar hebben we wel een strategie bij. Hier bij de boerderij doen we vaak 2 of 3 jaar bouw en dan weer 1 jaar of 10 gras. En verder van huis doen we vaak 3 jaar gras en dan 5 of 6 of 7 jaar bouw. We zitten dan in een studiegroep, zeg maar, ja. Van economisch en alles erbij. En dat blijkt dan uit dat we nou net niet aan de 10 ton droge staf kunnen komen van het gras. Dus daar zit nog wel wat verbetering in. En waar denk je dat zit? Ja, daar ben ik ook benieuwd. Nou, ik denk met name dan ook wel dat je het najaarsgras misschien nog beter kunt benutten. We hebben vaak wel, nu hebben we ook al schaap in het land. Maar goed, ja, die droge staf is er natuurlijk wel, maar het komt niet in de bult. Ja. Dus zo kun je het ook zeggen. Maar... En met welk doel til je nou gras? Wat is voor jou nou echt belangrijk om wat er in het gras moet zitten? Heb je daar bepaalde keuzes in? Dan moet toch eigenlijk wel, zeg maar 16, liefst wel 16% ruw eiwit in zitten. Een jaar of 4 geleden hebben we een brede hart gekocht samen met mijn neef. En dat bevalt heel goed. Dat, 4-rotorhark? Ja, 4-rotorhark, ja. Dus ja. Dat is bewust in het kader van optimaal gebruik te maken van die veldperiode, maar niet te lang en het afstemmen erop. Precies. Dat je toch nog wat kunt sturen. Dat je niet naar de grashoek begint te harken. En mijn neef die heeft dezelfde loonwerker en die hakselt ook in. En dat heeft eigenlijk nog niet vaak tot hetzelfde moment geleid. We rijden wel eens met een schudder naar het land toe en dan gaan we dan maar weer weg. Dat gebeurt wel regelmatig. Ja, dan op een gegeven moment begint toch echt wel te dromen. En eerst denk je van smorgens of op tijd is het nog gras. En dan als je dan een paar uur later weer komt, dan is het toch flink, meestal wel flink ingedroogd. Heb je zo'n zicht van dat je voerkosten zijn? Ja, dat zullen we wel hebben. Dat zal ergens op papier staan. Niet zo in je hoofd. Nee, mijn broer die is er niet bij nu. Ja, dat is een mafie. Die zou uitrekenen aan de bank. Ja. Die gaat natuurlijk zo. Die zit beter in, ja, klopt. Ja. Goed, we doen dan ook altijd met z'n tweeën. Tweemanschap met samen de werkzaamheden en verdeeld. Ja. Ja, en dan ook overleggen, zeg maar, van wanneer moet je maaien of. U hangt al bijna die studieclub die. Heeft u ooit zelf of mijn adviseur nagedacht over bijvoorbeeld vlinderbloem als klaver te zaaien of te proberen? Ja, dat klopt. We hebben nu voor het eerst dan afgelopen voorjaar een perceel ingezaaid met rode klaver erbij door. Doorgezaaid of opnieuw ingezaaid? Nee, opnieuw ingezaaid. Ja, van het voorjaar was dat. Toch een beetje met de gedachte van dat de rode klaver naar stikstof bindt, zeg maar, en dat er minder of geen kalkemon op hoeft. En puur wat drijfmest. Maar dat moet je nog helemaal in de vingers krijgen, denk ik. Of misschien wat te weinig klaver gezaaid. Er staat er nog niet, rode klaver staat er nog niet dik op, vind ik. We nemen al 30 jaar grondmonsters. En dat, daar houden we rekening mee. Ja, goed. Goede perceel moet in elk geval genoeg op, dat weet ik wel.
Ja goed, je doet de basis met het drijfmest. Er komt overal evenveel drijfmest op. Ja, dan kun je ook een beetje sturen met de kaas. En je hebt nu 160 koeien, zeg je. En je bent aan het doorgroeien. Ja. Waar ga je naartoe? Nou, dan gaan we naar, zeg maar, naar 200 melkkoeien, 190. Voor drie robots.